Voor de renners is de kop er al een poosje af. En sinds de omloop het Nieuwsblad draait ook bij ons het nieuwe wielerseizoen weer op volle toeren. Spektakel verzekerd, tot in het najaar. De renners willen natuurlijk op het juiste moment voorin zitten, maar ook bij hun supporters stijgt de adrenaline. Zij willen op zoveel mogelijk plaatsen hun helden van op de eerste rij aanmoedigen. En vaak spurten ze hiervoor letterlijk van de ene naar de andere plek. Allemaal dik oké, zolang het maar veilig gebeurt. Een wielerwedstrijd vindt plaats op de openbare weg. En om de veiligheid van iedereen te gaan garanderen, zijn er toch spelregels die zeker moeten nageleefd worden. Een wielerwedstrijd wordt aangekondigd door een openingsvoertuig voorzien van een rode vlag en een gevarendriehoek. Het einde van de wedstrijd wordt aangegeven door een sluitingsvoertuig voorzien van een groene vlag. Tussen de rode vlag en de groene vlag is eigenlijk alle verkeer verboden die niet met de wedstrijd te maken heeft. Het is echt van belang dat de supporters en iedereen die de wedstrijd komt bekijken daar aandacht voor heeft. Signaalgevers zijn onmisbaar voor een wielerwedstrijd. De vaste signaalgevers, verdeeld over het parcours, zullen bij de aankomst van de renners het verkeer ophouden. Oppassen daar aan de kant, want ze zitten breed, hè? Zodra dat de rode vlag in aantocht is, leggen we het verkeer stil met ons plaats in de C3. Uiteraard hebben we ook een band waar erop staat, een signaalgever. En wij staan op het kruispunt voor de veiligheid van de renners en ook voor de veiligheid van de andere weggebruikers tot aan de groene vlag. En dat wordt zeer goed opgevolgd. De mobiele signaalgevers die staan de vaste signaalgevers bij en signaleren de gevaarlijke obstakels. Het is echt wel van belang om de richtlijnen en de aanwijzingen van die mensen strikt op te volgen. We hebben er alle begrip voor dat de supporters de renners graag meerdere keren in actie zien. Maar men moet rekening houden als men van punt A naar punt B rijdt, dat men ten eerste zeker de wegcode moet respecteren, maar ook dat die afleidingsroutes dat die vooral gebruikt worden door de mobiele signaalgevers, door de begeleidingsmotoren en door de wegpolitie. Wanneer men dus van ene punt naar het andere rijdt, moet men toch zeker zorgen dat men die mensen niet hindert, want die hebben als taak om voor de wedstrijd te komen om te zorgen dat de renners opnieuw beveiligd zijn. Bij jeugdrenners voor de jonge Nijs, voor Thibaut Nijs. Ja, naar die watertoren. Koers in Vlaanderen is een belevenis en ik zou iedereen aanraden om het eens mee te maken. Maar wat zeer belangrijk is, organiseer u. Kies een bob, neem het openbaar vervoer, maar ga niet met alcohol achter het stuur gaan zitten. Het nemen van een bob is nog altijd de beste garantie om veilig thuis te raken. Drinken en rijden gaan niet samen, daarom drinken wij met vrienden samen. Maar niet met de auto, dus met de bus. Met de bus naar hier, met de bus naar huis. Ik ben Bob, maar eentje. Mag ik niet meer? Ja. We zijn hier nog zoveel uur. Ja. Maar een goede Bob. Ja. Een goede Bob. Dat is waar. Ja. Wat is waarlijk is uit? Eigenlijk zou een goede Bob niks mogen drinken. Dat is waar. Ik vind dat niet verantwoord als je drinkt en rijdt. Wat zijn de risico's volgens jou? Gewoon veel minder opletzaam zijn, reactiesnelheid die veel verminderd. Dus best niet doen. En zeker nu als het zo druk is tijdens de koers. Hier is Stibar. En sterk. En ondernemend. En slim. De koers is één groot volksfeest. En dat moet zo blijven. Nu, toffe supporters weten hoe ze moeten feesten. Ze doen dat veilig. Ze respecteren overal en altijd de rode en de groene vlag. En ze volgen de bevelen van de politie en de aanwijzingen van de signaalgevers nauwgezet op. Bovendien doen ze er ook alles aan om de renners, hun begeleiders, de supporters, de andere weggebruikers en ook zichzelf nooit in gevaar te brengen. En wie ze ook altijd bij hebben, is Bob natuurlijk. Want met z'n allen, zonder ongevallen. Het nieuwe motorseizoen komt eraan. Het is dus nu het moment om je rijvaardigheid te checken en om enkele veiligheidsvoorschriften terug op te frissen. En dat kan zondag 31 maart tijdens de Dag van de Motorrijder.